Les 1: Boodschappen doen. Hé hey Anna, hoe gaat het met je dag? Hallo John, het gaat goed, bedankt. Hoe zit het met de jouwe? Niet zo slecht. Hallo, ik ga straks naar de supermarkt. Heb je iets nodig? Eigenlijk wel. Ja, gewoon wat brood, alsjeblieft. Geen probleem, ik pak dat wel voor je. Nog iets anders? Nee, alleen het brood. Bedankt. Je bent van harte welkom. Ik zal het zeker voor je ophalen. Geweldig. Nogmaals bedankt. Geen probleem. Ik zie je later wel weer. Les 2: Cambodja ontdekken. Hey Anna, ben je ooit in Cambodja geweest? Nee, heb ik niet. Is het een bezoek waard? Absoluut. De historische bezienswaardigheden daar zijn adembenemend. Echt. Welke plekken zou je aanbevelen? Angkor wat is een must. Het is een prachtig tempelcomplex. Dat klinkt geweldig. We moeten er eens een reis naartoe plannen. Daar ben ik het mee eens. Het zou een geweldige kans zijn om de cultuur te ontdekken. Ik heb gehoord dat het eten in Cambodja ook heerlijk is. Ja, de lokale keuken is fantastisch. Ik kijk ernaar uit om het te proberen. Ik ook. Laten we ervoor zorgen dat we wat traditionele gerechten proberen. Zeker. Ik zal meer informatie over Cambodja opzoeken. Dat is een goed idee. We kunnen onze reisroute van tevoren plannen. Klinkt als een plan. Ik zal met je delen wat ik vind. Bedankt, John. Ik kijk nu al uit naar onze reis. Je bent van harte welkom, Anna. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Ik kan niet wachten. Laten we ervoor zorgen dat het snel gebeurt. Akkoord. We zullen een geweldige tijd hebben om Cambodja te verkennen. Les 3: Een vakantie plannen. Hallo Anna, ik denk dat we binnenkort moeten beginnen met het boeken van onze vakantie. Ja, daar ben ik het mee eens. We hebben het er al een tijdje over gehad. Zal ik doorgaan en de boeking maken? Wil je eigenlijk, voordat we dat doen, opties vergelijken? Dat is een goed idee. We moeten ervoor zorgen dat we de beste deal krijgen. Ik zal online wat onderzoek doen en kijken of er verschillende accommodaties zijn. Geweldig. Ik zal vluchten en vervoersmogelijkheden bekijken. We moeten ook rekening houden met de activiteiten en attracties op elke bestemming. Absoluut. We willen het meeste uit onze tijd daar halen. Ik heb een paar hotels gevonden die er veelbelovend uitzien. Ik stuur je de links. Bedankt, Anna. Ik zal ze bekijken en de prijzen vergelijken. Laten we ook eens kijken of er kortingen of acties beschikbaar zijn. Goed punt. We willen zo mogelijk wat geld besparen. Ik zal beginnen met het maken van een lijst van de plaatsen die we willen bezoeken. Dat is een goed idee. We kunnen prioriteit geven aan onze bezienswaardigheden. Zodra we alle informatie hebben, kunnen we een weloverwogen beslissing nemen. Akkoord. Laten we alle gegevens verzamelen en dan de boeking afronden. Klinkt als een plan. We komen steeds dichter bij onze droomvakantie. Ik kan niet wachten. Het wordt een ongelofelijke ervaring. Ik ben ook enthousiast. We zullen een onvergetelijke reis hebben, John. Zeker, Anna. Het wordt een vakantie om nooit te vergeten. Ik ben dankbaar dat we dit samen plannen. Het wordt geweldig. Daar Absoluut. Ben ik zelf helemaal mee We zullen Anna, een fantastische tijd de beste tot en nu creëren toe van herinneringen. Les 4: Werkruimten organiseren. Hallo Anna, ik heb onlangs thuis een speciale werkruimte ingericht en dat heeft me enorm geholpen. Dat is geweldig om te horen, John. Het hebben van een aangewezen werkruimte kan de productiviteit verbeteren. Precies, het creëert een aparte werkomgeving. Waardoor ik me kan concentreren. Ik heb erover nagedacht om hetzelfde te doen. Het kan een uitdaging zijn om overal in huis te werken. Dat is een geweldig idee. Het hebben van een speciale ruimte kan een groot verschil maken. Waar heb je thuis je werkruimte ingericht? Ik heb een hoek van mijn woonkamer omgebouwd tot een kleine kantoorruimte. Dat klinkt handig. Ik ga ook op zoek naar een geschikte plek in mijn huis. Het hoeft geen grote ruimte te zijn. Alleen een hoekje of een hoekje kan werken. Ik vind het moeilijk om me te concentreren als er afleiding is. Dat is begrijpelijk. Door een aparte ruimte te creëren, kunt u afleiding tot een minimum beperken. Heb je je werkruimte op een bepaalde manier ingericht? Ja, ik heb wat planten toegevoegd, een motiverende quote en mijn spullen netjes georganiseerd. Ik vind het een goed idee om wat groen toe te voegen. Het geeft een gevoel van kalmte. Dat doet het wel. Bovendien voegt het een vleugje frisheid toe aan de omgeving. Ik zal dat zeker ook in mijn werkruimte opnemen. Een ander ding dat me heeft geholpen is het opzetten van een routine. Dat is een goed punt. Een gestructureerd schema kan de productiviteit verhogen. Ja, ik stel specifieke werktijden in en neem regelmatig een pauze om op te laden. Ik zal ervoor zorgen dat ik een schema maak dat ook voor mij werkt. Dat is een geweldige aanpak. Het helpt om het evenwicht tussen werk en privéleven te behouden. Ik heb ook gehoord dat goede verlichting essentieel is voor een productieve werkruimte. Absoluut. Natuurlijk, licht is ideaal, maar als dat niet mogelijk is, kunnen goede verlichtingsarmaturen een verschil maken. Ik zal daar rekening mee houden bij het inrichten van mijn werkruimte. Bedankt voor de tip, John. Je bent van harte welkom, Anna. Ik ben blij dat ik kon helpen. Laat het me weten als je nog meer suggesties nodig hebt. Ik waardeer het, John. Ik neem zeker contact met je op als ik vragen heb. Klinkt goed. Veel succes met het organiseren van je werkruimte, Anna. Bedankt, John. Ik vind het geweldig om een productieve werkomgeving te creëren. Ik weet zeker dat je het geweldig zult doen. Dit is om de focus en productiviteit te verhogen. Les 5. Een groepsuitje plannen. Hallo Anna, ik dacht dat het geweldig zou zijn om een leuk uitje te plannen met onze vrienden. Dat klinkt als een fantastisch idee, John. Samen tijd doorbrengen zou geweldig zijn. Ik denk dat we kunnen gaan wandelen of misschien kunnen picknicken in het park. Beide opties klinken geweldig. Ik weet zeker dat onze vrienden van beide zouden genieten. We kunnen ook overwegen om fietsen te huren en een ritje langs het strand te maken. Dat is een leuke suggestie. Het zou een geweldige manier zijn om van het buitenleven te genieten. Ik neem contact op met onze vrienden en kijk welke activiteit ze het liefst doen. Perfect. Laten we ieders input verzamelen en een datum kiezen die voor iedereen geschikt is. Zodra we een datum hebben, kunnen we beginnen met het plannen van de logistiek en het treffen van de nodige afspraken. We moeten ervoor zorgen dat we wat hapjes en drankjes meenemen voor het uitje. Zeker. Het is altijd goed om wat versnaperingen bij de hand te hebben. Ik neem ook wat spelletjes of sportuitrusting mee voor extra vermaak. Dat is een geweldig idee. Het houdt iedereen betrokken en maakt het uitje nog leuker. Ik denk dat het een leuke dag wordt vol gelach en memorabele momenten. Daar ben ik het helemaal mee eens, Anna. Tijd doorbrengen met vrienden is altijd bijzonder. Dat is het echt. Ik ben dankbaar dat er zulke geweldige mensen in ons leven zijn. Ik ook. Onze vrienden brengen zoveel vreugde en positiviteit. Ik weet zeker dat ze allemaal net zo uitkijken naar het uitje als wij. Ik stuur de details en zorg ervoor dat iedereen enthousiast en aan boord is. Klinkt als een plan, John. Laten we van dit uitje een onvergetelijke ervaring maken. Absoluut, Anna. Het wordt een dag vol gelach en mooie herinneringen. Ik kan niet wachten. Het is altijd geweldig als we allemaal samen zijn. Akkoord. Onze vrienden maken elke bijeenkomst bijzonder. Dat doen ze echt. Op naar een geweldig uitje met onze lieve vrienden. Proost, Anna. Laten we er een onvergetelijke dag van maken. Les 6: Winkelen bij Duty Free. Hallo Anna, ik ga binnenkort naar het vliegveld. Zijn er belastingvrije winkels die je aanbeveelt? Zeker, John. Er zijn er een paar die ik echt leuk vind. Ben je op zoek naar iets specifieks? Ik ben geïnteresseerd in wat geuren en misschien wat chocolaatjes. In dat geval raad ik de belastingvrije winkel in Terminal A ten zeerste aan. Ze hebben een geweldige selectie. Bedankt voor de aanbeveling, Anna. Die ga ik zeker bezoeken. Je bent van harte welkom, John. Ze hebben vaak ook goede aanbiedingen en promoties. Dat is een bonus. Ik ben altijd bereid om wat geld te sparen. Een andere winkel die een bezoek waard is, is die in Terminal B. Ze hebben een breed scala aan luxe merken. Klinkt veelbelovend. Ik zal daar zeker ook een stop maken. Vergeet niet om prijzen te vergelijken en te kijken of er exclusieve items zijn. Absoluut. Ik wil het meeste uit de belastingvrije winkelervaring halen. Als je tijd hebt, is er ook een kleinere boutique in de internationale vertrekhal. Ik zal dat in gedachten houden. Het is altijd leuk om verschillende opties te verkennen. Zeker. Je weet nooit welke verborgen pareltjes je zou kunnen vinden. Heb je favoriete belastingvrije winkels voor chocolaatjes? Ja, er is een beroemde chocolatree in de belastingvrije zone van Terminal C. Perfect, ik zal ervoor zorgen dat ik daar mijn zoete kou zal stillen. Geniet van heerlijke chocolaatjes, John. Bedankt, Anna, ik kijk er naar uit. Vergeet niet om wat ruimte vrij te laten in je tas voor al het lekkers dat je meeneemt. Ik zorg ervoor dat ik wat ruimte overlaat voor mijn belastingvrije vondsten. Op die manier kun je ervan genieten als je eenmaal thuis bent. Absoluut. Het is alsof je een stukje van de reis meeneemt. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Veel winkelplezier en veilige reizen. Bedankt, Anna. Ik waardeer het. Ik zie je wel als ik terugkom. Zorg goed voor jezelf, John. Nog een fantastische reis. Ik zal het doen, Anna, ik zie je snel weer. Les 7: Prioritering van taken. Hallo Anna, we hebben veel taken te voltooien. Hoe moeten we ze prioriteren? Goede vraag, John. Ik denk dat het nuttig zou zijn om ze in volgorde van prioriteit op te sommen. Dat is een geweldig idee. Het zal ons een duidelijk stappenplan geven voor de uitvoering van onze taken. Precies. Zodra we de lijst hebben, kunnen we onze tijd en middelen dienovereenkomstig toewijzen. Laten we beginnen met het identificeren van de meest urgente en belangrijke taken. Akkoord. Dat zouden onze topprioriteiten moeten zijn. Daarna kunnen we de taken overwegen waarvoor de deadlines naderen. Ja, we willen niet tot het laatste moment wachten. Zodra we de taken met hoge prioriteit hebben geregeld, kunnen we doorgaan met de minder urgente taken. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat we op alle fronten vooruitgang boeken. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de afhankelijkheden tussen taken. Dat is een goed punt. Sommige taken moeten mogelijk worden voltooid voordat andere kunnen worden gestart. Door rekening te houden met afhankelijkheden kunnen we onze workflow optimaliseren. Absoluut. Het helpt eventuele knelpunten of vertragingen te voorkomen. Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden is de inspanning en de middelen die nodig zijn voor elke taak. Dat is waar. We moeten onze tijd en middelen verstandig verdelen. We kunnen ook de potentiële impact of voordelen evalueren van het vroeg of laat voltooien van bepaalde taken. Het prioriteren van taken op basis van hun impact kan ons helpen het meeste uit onze inspanningen te halen. Zodra we de lijst met prioriteiten hebben, kunnen we een tijdlijn of schema maken als leidraad voor onze workflow. Dat zal ons helpen georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat we vooruitgang boeken. Het is ook belangrijk om flexibel te zijn en je aan te passen als er nieuwe taken of prioriteiten kunnen ontstaan. Absoluut. We moeten bereid zijn om onze plannen zo nodig aan te passen. Met een duidelijke prioriteitenlijst kunnen we onze energie richten op wat het belangrijkst is. Dat is het doel, John. Laten we beginnen met het opstellen van onze takenlijst met prioriteiten. Mee eens, Anna. Samen zullen we onze taken aanpakken en onze doelen bereiken. Ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen. John. Laten we dat voor elkaar krijgen. Absoluut, Anna. Op naar een productieve en succesvolle reis. Les 8: Uitkijken naar het weekend. Hi hey Anna. Het is een lange week geweest. Ik kan niet wachten op het weekend. Ik voel hetzelfde, John. Ik heb wat tijd nodig om te ontspannen en op te laden. Maak je geen zorgen, je hebt nog tijd. Het weekend staat voor de deur. Ik hoop het. Ik zou echt een pauze kunnen gebruiken van werk en verantwoordelijkheden. We verdienen allemaal wat vrije tijd om tot rust te komen en te genieten. Absoluut. Ik kijk er naar uit om dingen te doen die ik leuk vind en tijd door te brengen met dierbaren. Dat klinkt geweldig. Anna, wat ben je van plan dit weekend te doen? Ik denk eraan om te gaan wandelen en te genieten van de schoonheid van de natuur. Dat is een geweldig idee. Het is verfrissend om tijd buiten door te brengen en contact te maken met de natuur. Ik vind het verjongend. Hoe zit het met jou, John? Heb je plannen voor het weekend? Ik ben van plan om wat te lezen en misschien een film of twee te kijken. Klinkt als een ontspannen manier om je tijd door te brengen. Heb je specifieke boeken of films in gedachten? Ik heb een paar romans waar ik graag in wil duiken. En er staan een paar films op mijn watchlist. Dat klinkt perfect. Het is altijd leuk om jezelf onder te dompelen in een goed verhaal. Absoluut. Het is een geweldige manier om tot rust te komen en even te ontsnappen aan de dagelijkse routine. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik kijk ook uit naar wat quality time met familie en vrienden. Tijd doorbrengen met dierbaren is altijd bijzonder. Het is een kans om blijvende herinneringen te creëren. Dat is waar. Ik koester die momenten en de verbindingen die we delen. Ik ook, Anna. Het weekend is een tijd om te ontspannen, plezier te hebben en onze banden te versterken. Ik kan niet wachten om te lachen, verhalen te delen en te genieten van goed gezelschap. Het wordt een weekend vol vreugde en positieve energie. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Laten we er het beste van maken en mooie herinneringen creëren. Absoluut. Anna, op naar een weekend vol ontspanning, vreugde en gekoesterde momenten. Les 9: Hotelreservering. Het is John Smit, oké. Okay. MR Smit, hoeveel nachten blijft u bij ons? We zijn op zoek naar een kamer voor drie nachten. alstublieft. Daar kan ik je zeker bij helpen. Wat voor soort kamer heb je liever? We willen graag een tweepersoonskamer met uitzicht, indien mogelijk. Genoteerd. Laat me onze beschikbaarheid controleren voor de gevraagde data. Bedankt, we waarderen het. Goed nieuws. We hebben een tweepersoonskamer beschikbaar met een prachtig uitzicht voor uw hele verblijf. Dat is perfect. We nemen het wel. Geweldig. Mag ik uw contactgegevens, alstublieft? Tuurlijk. Het is Anna. .Smith. Apenstaartje-example.com en het telefoonnummer is 555-1234. Bedankt, Anna. Ik heb de kamer voor je gereserveerd. Is er nog iets waar ik je mee kan helpen? Eigenlijk zijn we geïnteresseerd in attracties of plaatsen in de buurt om te bezoeken. Natuurlijk. We hebben een brochure met informatie over lokale bezienswaardigheden bij de receptie. Dat zou nuttig zijn. We willen graag het meeste uit ons verblijf halen. Ik begrijp het. U kunt onze conciërge ook om aanbevelingen of hulp vragen bij het boeken van excursies. Dat is geweldig om te weten. Daar gaan we zeker gebruik van maken. Ik ben blij dat te horen. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Bedankt, John. We waarderen uw hulp en gastvrijheid. Het is mij een genoegen, Anna. Ik hoop dat je een geweldig verblijf hebt in ons hotel. We kijken er naar uit. Nogmaals bedankt, John. Je bent van harte welkom, Anna. Geniet van je tijd hier. Les 10: Fish and chips proberen. Waren er traditionele Engelse gerechten die je tijdens je bezoek hebt geprobeerd, Anna? Ja. Ik heb zeker wat vis en chips gegeten. A. Ah, vis en chips, een klassieke keuze. Wat vond je ervan? Het was heerlijk. Het knapperige beslag en de malse vis waren een perfecte combinatie. Ik ben blij dat je ervan genoten hebt. Heb je het ook met papperige erten gegeten? Ja, dat heb ik gedaan. De papperige erten vormden een mooi contrast met de hartige smaken. Dat is geweldig om te horen. Fish en chips met papperige erten is hier een populaire combinatie. Ik snap wel waarom. Het is een bevredigende en geruststellende maaltijd. Absoluut. Het is een hoofdgerecht in de Britse keuken. Waren er nog andere traditionele gerechten die je aanraadt om te proberen? Probeer zeker een volledig Engels ontbijt als je dat nog niet hebt gedaan. Oh, daar heb ik over gehoord. Wat bevat het doorgaans? Een volledig Engels ontbijt bestaat meestal uit eieren, spek, worstjes, gebakken bonen, gegrilde tomaten en toast. Dat klinkt als een stevige maaltijd om de dag mee te beginnen. Dat is het zeker. Het is een ontbijt dat je urenlang energiek houdt. Ik zal het zeker proberen voordat ik vertrek. Ik weet zeker dat je ervan zult genieten. Een ander gerecht dat je misschien wilt proberen is een traditionele Sunday roast. Wat houdt een Sunday roast doorgaans in? Het bevat meestal geroosterd vlees, zoals rund- of lamsvlees, geserveerd met geroosterde aardappelen, groenten en Yorkshire pudding. Dat klinkt als een heerlijke maaltijd om op zondag van te genieten. Het is een populaire keuze voor een traditionele familiebijeenkomst op zondag. Ik zal dat in gedachten houden en proberen het tijdens mijn bezoek te ervaren. Ik weet zeker dat je veel plezier zult beleven aan het ontdekken van de diverse smaken van de Britse keuken, Anna. Bedankt, John. Ik waardeer je aanbevelingen. Je bent van harte welkom, Anna. Geniet van je culinaire avonturen en beleef een fantastische tijd in Engeland. Ik zal het doen, John. Nogmaals bedankt voor je begeleiding. Graag gedaan, Anna. Wees voorzichtig en geniet van de smaken van je reis. Les 11: Eilandavontuur. Dat klinkt geweldig. Welke activiteiten zou jij op het eiland doen, Anna? Ik zou graag de ongerepte stranden willen verkennen en gaan snorkelen in het kristalheldere water. Snorkelen is een goede keuze. Je krijgt het bruisende zeeleven van dichtbij te zien. Ik ben daar erg enthousiast over. Zijn er nog andere wateractiviteiten die je aanbeveelt? Je zou kunnen proberen te padelbeurden of kajakken langs de kust. Het is een rustige manier om van de oceaan te genieten. Dat klinkt als een leuke en ontspannende ervaring. Ik ga het zeker proberen. Overweeg ook om een boottocht te maken om nabijgelegen eilanden en verborgen baaien te ontdekken. Dat is een fantastisch idee. Het verkennen van de omliggende eilanden zou een onvergetelijk avontuur zijn. Het biedt inderdaad een kans om de schoonheid van de natuur vanuit een ander perspectief te zien. Zijn er naast wateractiviteiten ook wandelpaden of natuurwandelingen op het eiland? Absoluut. Er zijn verschillende paden die leiden naar adembenemende uitzichtpunten en weelderige bossen. Ik hou van wandelen. Het zou geweldig zijn om me onder te dompelen in de natuur en te genieten van de schilderachtige landschappen. Het is een geweldige manier om in contact te komen met de natuurlijke schoonheid van het eiland en te genieten van de frisse lucht. Ik kan niet wachten om onderweg prachtige foto's te maken. Liefhebbers van fotografie vinden het eiland vaak een paradijs om betoverende momenten vast te leggen. Ik ben blij dat te horen. Ik zorg ervoor dat ik mijn camera meeneem en de herinneringen vastleg. Dat is een fantastisch idee, Anna. Vergeet niet om ook wat tijd te nemen om te ontspannen en tot rust te komen. Absoluut. Ik ben van plan een rustig plekje op het strand te vinden en gewoon te genieten van de rust. Dat klinkt als de perfecte manier om te verjongen en te genieten van de eilandsfeer. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is essentieel om balans te vinden en de rust om ons heen te waarderen. Goed gezegd, Anna, ik weet zeker dat je eilandavontuur gevuld zal zijn met ongelooflijke ervaringen. Bedankt, John. Ik kijk er echt naar uit. Natuur en avontuur wachten op je. Omarm de schoonheid en haal het meeste uit je tijd op het eiland, Anna. Geniet van elk moment. Ik zal het doen, John. Bedankt voor je enthousiasme en suggesties. Het wordt een onvergetelijke reis. Graag gedaan, Anna. Geniet van een fantastische tijd en creëer herinneringen die een leven lang meegaan. Les 12: Het Nationale Park Verkennen. Wat dacht je ervan om een nabijgelegen Nationaal Park te verkennen? Anna, het is verfrissend om omringd te zijn door de natuur. Dat klinkt als een fantastisch idee, John. Ik vind het heerlijk om in de vrije natuur te zijn. Er zijn prachtige wandelpaden die leiden naar prachtige watervallen en schilderachtige uitzichtpunten. Ik kijk ernaar uit om de verborgen pareltjes van het Nationaal Park te ontdekken. De natuur heeft zoveel te bieden. Absoluut. Anna. Het is een geweldige kans om getuige te zijn van de diversiteit aan flora en fauna. Ik kan niet wachten om de levendige kleuren te zien en de geluiden van het bos te horen. Houd ook dieren in het wild in de gaten. Misschien spot je herten, vogels of zelfs een vos. Dat zou ongelooflijk zijn. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn verrekijker meeneem om het van dichterbij te bekijken. Vergeet niet wat snacks en water mee te nemen voor de wandeling. Het is belangrijk om gehydrateerd te blijven. Goed punt, John. Ik zorg ervoor dat ik genoeg spullen meeneem om ons energiek te houden. En vergeet je camera niet. Het Nationale Park biedt adembenemende fotomomenten. Ik zal mijn camera paraat hebben om de prachtige landschappen en natuurwonderen vast te leggen. We zouden ook kunnen picknicken midden in de rust van het park. Het is daar een perfecte plek voor. Dat klinkt heerlijk. Genieten van een maaltijd midden in de schoonheid van de natuur is echt bijzonder. We kunnen een rustige plek vinden aan de rivier en luisteren naar de rustgevende geluiden van stromend water. Ik kan me nu al voorstellen hoeveel rust en kalmte dat zal brengen. Het is een geweldige manier om tot rust te komen. Het verkennen van het nationaal park wordt een avontuur vol ontzagwekkende momenten. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. De natuur heeft een manier om ons versteld te laten staan van haar grootsheid. Zorg ervoor dat je de parkregels volgt en het milieu respecteert terwijl we op ontdekkingstocht gaan. Absoluut, John. Het behoud van de schoonheid van het park is cruciaal voor toekomstige generaties om ervan te kunnen genieten. Ik ben blij dat we dezelfde waardering voor de natuur delen. Anna, laten we het meeste uit ons avontuur halen. Inderdaad. John, laten we aan deze reis beginnen en herinneringen creëren te midden van de wonderen van het Nationaal Park. De natuur wacht, Anna. Laten we de schoonheid ervan omarmen en onze geest laten verjongen. Bedankt, John, voor het voorstellen van deze geweldige ervaring. Laten we gaan verdwalen in de omhelzing van de natuur. Graag gedaan, Anna, laten we ons gaan onderdompelen in de verfrissende omhelzing van het Nationaal Park. Les 13: De Boerenmarkt Verkennen. Wat dacht je ervan om de plaatselijke Boerenmarkt te bezoeken? Anna, we kunnen daar vers fruit en groenten krijgen. Dat is een geweldig idee, John. Het is altijd leuk om lokale boeren te steunen en te genieten van verse producten. We kunnen bladeren door een grote verscheidenheid aan groenten en fruit, met de hand geplukt en vol van smaak. Ik hou van het idee om de meest verse ingrediënten te selecteren voor ons volgende culinaire avontuur. Het is een geweldige manier om nieuwe smaken te ontdekken en een vleugje frisheid aan onze maaltijden toe te voegen. Absoluut. We kunnen inspiratie opdoen voor heerlijke en gezonde recepten. En als we klaar zijn op de boerenmarkt, kunnen we doorgaan naar de nabijgelegen bakkerij. Ah, een bakkerijbezoek klinkt heerlijk. Vers gebakken producten zijn moeilijk te weerstaan. We kunnen genieten van warm brood, gebak en misschien zelfs een plakje zelfgemaakte taart. Dat klinkt als een tractatie. Ik kan me de geur en de overheerlijke smaken al voorstellen. Het is een perfecte manier om onze zoete kou te stillen en later iets te eten om van te genieten. Ik krijg honger als ik er alleen maar aan denk. Laten we ervoor zorgen dat we ruimte overhouden voor de bakkerijproducten. Zeker, we kunnen wat lekkers ophalen om van te genieten tijdens een picknick in het park. Dat is een geweldig idee, John. Een picknick met verse producten en heerlijk gebak klinkt perfect. We kunnen een gezellig plekje onder een boom zoeken en genieten van de smaken terwijl we midden in de natuur zijn. Het is de perfecte combinatie van smaken en een rustige omgeving. Ik kan niet wachten op onze picknick. We konden ook een deken en wat drankjes meenemen om de picknick nog aangenamer te maken. Dat is een geweldige suggestie. We hebben alles wat we nodig hebben voor een heerlijke maaltijd in de buitenlucht. Het is een fijne manier om samen tijd door te brengen, te genieten van lekker eten en elkaars gezelschap. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het zijn de eenvoudige momenten zoals deze die mooie herinneringen creëren. Laten we een plan maken om de boerenmarkt en de bakkerij te bezoeken. Het wordt een dag om nooit te vergeten. Ik ben opgewonden, John. Het ontdekken en proeven van lokale smaken is altijd een heerlijk avontuur. Bereid je voor op een gastronomische ervaring vol verse producten en verleidelijke bakproducten. Ik ben er klaar voor, John. Laten we aan deze culinaire reis beginnen en onderweg van elke hap genieten. Zet je boodschappentassen klaar, Anna. De Boerenmarkt en Bakkerij wachten op onze komst. Les 14. Update van de sollicitatie. Ik heb een e-mail ontvangen van het bedrijf waarmee ik interviewde, Anna. Ze zeiden dat ze binnen twee weken contact met me zouden opnemen om een update te geven. Dat is geweldig nieuws, John. Wachten op een reactie kan zenuwslopend zijn, maar het is een positief teken dat ze contact met je opnemen. Ja, ik hoop op een positief resultaat. Het is een baan waar ik echt in geïnteresseerd ben. Ik duim voor je, John. Je hebt veel moeite gedaan tijdens het interviewproces. Bedankt, Anna. Ik heb me grondig voorbereid en geprobeerd mijn vaardigheden en ervaring onder de aandacht te brengen. Ik ben er zeker van dat je toewijding en kwalificaties tot uiting zullen komen. Ze zouden blij zijn om jou in hun team te hebben. Ik waardeer je vertrouwen in mij, Anna. Het betekent veel om je steun te hebben. Je verdient het, John. Je hebt hard gewerkt en je toewijding aan je carrière getoond. Ik blijf geduldig en wacht op hun reactie. Hopelijk is het positief nieuws. Vergeet niet om je opties open te houden en ook andere mogelijkheden te blijven verkennen. Absoluut, Anna. Het is belangrijk om niet al mijn eieren in één mand te leggen. Dat is een verstandige aanpak. Je weet nooit welke andere spannende kansen er op je pad kunnen komen. Ik hou andere vacatures in de gaten en blijf ondertussen netwerken. Netwerken is een waardevol hulpmiddel. Je weet maar nooit wanneer een nieuwe verbinding tot een opwindende kans kan leiden. Ik zorg ervoor dat ik actief en betrokken blijf in mijn professionele netwerk. Het kan een groot verschil maken. Dat kan zeker. Je toewijding en proactieve aanpak zullen op lange termijn vruchten afwerpen. Bedankt, Anna. Je bemoedigende woorden zijn echt motiverend. Je bent van harte welkom, John. Ik geloof in je capaciteiten en weet dat er goede dingen op je pad komen. Ik blijf optimistisch en blijf op de hoogte. De juiste gelegenheid komt op het juiste moment. Dat is de geest, John. Blijf positief, blijf vooruitgaan en vertrouw op je capaciteiten. Ik doe precies dat, Anna. Bedankt dat je er bent tijdens deze spannende maar onzekere tijd. Het is mij een genoegen, John. Ik ben er om je bij elke stap te ondersteunen. Veel succes. Bedankt, Anna. Jouw steun betekent veel voor me. Ik hou je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Les 15: Londen verkennen. Als je op zoek bent naar gebieden om te verkennen in Londen. Raad ik de gebieden in de buurt van Hyde Park of South Bank, Anna, aan? Dat is een geweldig advies, John. Ik heb gehoord dat Hyde Park prachtig is en dat South Bank een levendige sfeer heeft. Hyde Park is perfect voor een ontspannen wandeling of een picknick te midden van weelderig groen en een serene omgeving. Het klinkt als een rustige ontsnapping uit de bruisende stad. Ik zal het zeker aan mijn lijst toevoegen. En Southbank biedt een prachtig uitzicht op de rivier de Theems, samen met iconische bezienswaardigheden zoals de London Eye. Ik hou van gebieden aan de waterkant. Het is een geweldige kans om de charme van de stad op te snuiven en fantastische foto's te maken. U kunt ook de verschillende culturele bezienswaardigheden langs Soutbank verkennen, zoals het Tate Modern of het Globe Theatre. Dat is fantastisch. Ik vind het leuk om me onder te dompelen in kunst en cultuur, dus die plekken zouden perfect voor mij zijn. Een ander gebied dat een bezoek waard is, is Covent Garden, bekend om zijn levendige sfeer, straatartiesten en unieke winkels. Covent Garden klinkt als een levendige en bruisende plek. Ik zal zeker langskomen en de energie opsnuiven. Vergeet ook niet de historische charme van Notting Hill te ontdekken met zijn kleurrijke huizen en de beroemde Portobello Market. Notting Hill heeft me altijd geïntrigeerd. De levendige kleuren en de markt klinken als een visueel en zintuiglijk genot. Als je een fan bent van musea, is het Museum Quarter in Kensington een must om te bezoeken. Het herbergt instellingen van wereldklasse, zoals het Victoria en Albert Museum. Ik hou van musea, John. Het is een geweldige manier om je te verdiepen in geschiedenis, kunst en wetenschap. Ik zal daar zeker wat tijd doorbrengen. Tot slot mag u de iconische bezienswaardigheden zoals Buckingham Palace, Tower Bridge en het British Museum niet missen. Die bezienswaardigheden staan op mijn Londense bucketlist, John. Het zal geweldig zijn om ze van dichtbij te zien en hun grootsheid te ervaren. Londen heeft zoveel te bieden, Anna. Het is een stad met een rijke geschiedenis. Diverse cultuur en eindeloze ontdekkingen. Ik kan niet wachten om me onder te dompelen in de bruisende energie en de verborgen pareltjes van deze prachtige stad te ontdekken. Geniet van je tijd in Londen, Anna, ik weet zeker dat je een onvergetelijke ervaring zult hebben. Bedankt, John. Ik zal er het beste van maken en blijvende herinneringen creëren. Uw aanbevelingen worden enorm gewaardeerd. Je bent van harte welkom, Anna. Veel plezier met het verkennen van Londen. Veilige reizen. Les 16: Voorbereiding op het weer. Het is altijd een goed idee om voorbereid te zijn op veranderingen in de weersomstandigheden, Anna. Absoluut, John. Het weer kan onvoorspelbaar zijn, dus het is belangrijk om de juiste uitrusting en kleding te hebben. Neem een paraplu of regenjas mee in geval van plotselinge regenbuien, het kan voorkomen dat we doorweekt raken. Dat is een verstandige suggestie, John. Het is beter om voorbereid te zijn dan overrompeld te worden in de regen. En als het weer zonnig en warm is, vergeet dan niet om zonnebrandcrème aan te brengen en ter bescherming een hoed te dragen. Zonnebrandcrème en een hoed zijn essentieel om onszelf te beschermen tegen schadelijke UV-stralen. Veiligheid op de eerste plaats. Als we gaan wandelen of tijd buitenshuis doorbrengen, is het belangrijk om geschikt schoeisel en kleding te hebben voor verschillende terreinen en weersomstandigheden. Goed punt, John. We moeten comfortabele schoenen dragen en ons in lagen kleden, zodat we ons kunnen aanpassen aan veranderende temperaturen. Het is ook een goed idee om een lichte jas of trui mee te nemen, zelfs als het warm lijkt. Het weer kan onverwachts veranderen. Dat is waar, John. Het is beter om een jas bij de hand te hebben dan je later koud en ongemakkelijk te voelen. Als we naar het strand of aan het water gaan, is het belangrijk om zwemkleding en handdoeken bij de hand te hebben voor een snelle duik of ontspanning. Absoluut, John. We willen de kans niet missen om van het water te genieten als het weer het toelaat. Het is ook een goed idee om voor vertrek de weersvoorspelling te bekijken, zodat we dien overeenkomstig kunnen plannen. Ja, als we op de hoogte blijven van de weersvoorspelling, kunnen we weloverwogen beslissingen nemen over onze activiteiten. En als de weersomstandigheden zwaar zijn, Zoals onweer of harde wind, kun je het beste binnen blijven en prioriteit geven aan veiligheid. Veiligheid moet altijd op de eerste plaats komen, John. Bij extreem weer is het beter om een andere afspraak te maken of alternatieven voor binnen te zoeken. Precies, Anna. Het is belangrijk om flexibel te zijn en onze plannen aan te passen op basis van de weersomstandigheden. Door voorbereid en aanpasbaar te zijn, kunnen we een aangenamere ervaring hebben, ongeacht het weer. Dat is de geest, Anna. Laten we ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben om onder alle weersomstandigheden comfortabel en veilig te blijven. Mee eens, John. Met de juiste voorbereidingen zijn we klaar voor alles wat Moeder Natuur voor ons in petto heeft. Blijf voorbereid op het weer en geniet ervan. Anna, op naar een prachtig avontuur, ongeacht de omstandigheden en hoe het weer is. Les 17. Koekjes bakken. Anna, heb je gisteravond koekjes gebakken? De heerlijke geur hangt nog steeds in de lucht. Ja, John. Ik heb gisteravond koekjes gebakken voor de bakverkoop op school. Ik ben blij dat je de heerlijke geur hebt opgemerkt. Dat is fantastisch. Wat voor koekjes heb je gemaakt voor de bakverkoop? Ik heb een partij klassieke chocoladekoekjes gemaakt. Ze zijn altijd een hit bij zowel kinderen als volwassenen. Chocoladekoekjes zijn een tijdloze favoriet. Ik weet zeker dat ze in een mum van tijd uitverkocht zijn. Ik hoop het, John. Ik heb veel liefde en moeite in elk koekje gestoken om ze extra speciaal te maken. Ik ben er zeker van dat je toewijding tot uiting komt in de smaak en presentatie. Heb je speciale ingrediënten toegevoegd? Ik heb een vleugje zeezout toegevoegd om de smaak te versterken en de zoetheid van de chocolade in balans te brengen. Dat klinkt als een heerlijke wending. De combinatie van zoet en zout is altijd een topper. Ik heb ook een paar porties havermoutrozijnenkoekjes gemaakt voor degenen die de voorkeur geven aan een gezondere optie. Dat is attent van je, Anna. Het is geweldig om een variëteit aan te bieden voor verschillende smaken. Ik geloof in het bieden van opties waar iedereen van kan genieten. Afwisseling maakt de bakverkoop nog spannender. Absoluut. Heb je problemen gehad tijdens het bakken van de koekjes? Nou. Ik had een klein ongelukje toen ik per ongeluk wat bloem op het aanrecht morste, maar ik heb het snel opgeruimd. Kleine ongelukjes gebeuren in de keuken. Het maakt allemaal deel uit van het bakavontuur. Ik ben blij dat het eenvoudig is opgelost. Inderdaad, John. Het plezier van bakken weegt zwaarder dan af en toe een ongelukje. Het draait allemaal om het eindresultaat. Ik weet zeker dat de bezoekers van de bakverkoop je heerlijke koekjes en de moeite die je erin steekt zullen waarderen. Ik hoop het, John. Het is altijd leuk om te zien dat mensen genieten van iets dat je met zorg hebt gemaakt. Je koekjes zullen zeker een hit worden, Anna. Ik wens je veel succes bij de bakverkoop. Bedankt voor je steun, John. Het betekent veel voor me. Ik laat je weten hoe het gaat. Doe dat alsjeblieft, Anna. Ik ben benieuwd naar het resultaat van de bakverkoop. Veel succes. Les 18: Een lijst maken. Anna, we hebben veel voor te bereiden voor onze aanstaande reis. We moeten een lijst maken van de belangrijkste zaken. Dat is een geweldig idee, John. Ik pak pen en papier zodat we kunnen beginnen met het opschrijven van alles wat we nodig hebben. Laten we beginnen met de basis. We hebben kleding, toiletartikelen en alle benodigde medicijnen nodig. Zeker. Ik schrijf shirts, broeken, ondergoed, sokken en ook een jas op voor het geval het koud wordt. Vergeet comfortabele wandelschoenen en accessoires, zoals hoeden of zonnebrillen, niet. Goed punt, John. Ik zal ze aan de lijst toevoegen. We moeten ook een zwempak meenemen voor het geval we een mooi strand vinden. Absoluut. En laten we essentiële toiletartikelen zoals tandenborstels, tandpasta, shampoo en zonnebrandcreme niet vergeten. Ik zal ervoor zorgen dat ik die items bijvoeg. We moeten ook een EHBO-doos met pleisters en eventuele benodigde medicijnen meenemen. Dat is een slim idee, Anna. Veiligheid moet altijd een prioriteit zijn. We moeten ook een draagbare oplader meenemen voor onze elektronica. Geweldige suggestie, John. Het is belangrijk dat onze apparaten ingeschakeld blijven, vooral als we moeten navigeren of foto's moeten maken. Over foto's gesproken, vergeet niet een camera mee te nemen of ervoor te zorgen dat onze telefoons voldoende opslagruimte hebben. Ik zal een camera of telefoon aan de lijst toevoegen. We moeten ook wat snacks en een herbruikbare waterfles meenemen voor onderweg. Goed nagedacht, Anna. Door gehydrateerd te blijven en snacks bij de hand te hebben, blijven we energiek tijdens onze reizen. We moeten ook belangrijke documenten toevoegen, zoals paspoorten. Identificatiekaarten en eventuele reisreserveringen. Absoluut. Dat zijn cruciale zaken die we niet mogen vergeten. En laten we wat contant geld en een reisadapter niet vergeten. Contant geld en een reisadapter zijn absoluut noodzakelijk. Ik zal ze aan de lijst toevoegen. Is er nog iets dat we moeten opnemen? Ik denk dat dat de essentie dekt. Anna, we hebben een uitgebreide lijst gemaakt om ervoor te zorgen dat we goed voorbereid zijn. Perfect. Nu kunnen we beginnen met het verzamelen van alles wat we nodig hebben en onderweg items afvinken. Het voelt geweldig om georganiseerd te zijn. Anna, met onze lijst hebben we alles wat we nodig hebben voor een soepele en plezierige reis. Ik ben het ermee eens, John. Bedankt voor de suggestie om een lijst te maken. Het zal het verpakkingsproces veel eenvoudiger maken. Je bent van harte welkom, Anna. Ik ben blij dat ik kon helpen. Laten we aan de slag gaan en ervoor zorgen dat we alles hebben wat we nodig hebben voor ons avontuur. Les 19. Openingstijden van het zakencentrum. Anna, weet je hoe laat het zakencentrum open is? Ik moet enkele belangrijke documenten afdrukken. Ja, John. Het businesscentrum is door de week geopend van 9.00 tot 18 uur. In het weekend is het gesloten. Bedankt voor de informatie, Anna. Ik zal ervoor zorgen dat ik mijn bezoek dienovereenkomstig plan. Je bent van harte welkom, John. Houd er wel rekening mee dat het zakencentrum buiten deze uren mogelijk beperkte diensten heeft. Begrepen, Anna. Ik zorg ervoor dat ik er binnen de aangegeven uren ben om ervoor te zorgen dat ik toegang heb tot alles wat ik nodig heb. Dat is een goed idee, John. Het is altijd beter om proactief te zijn en overlast te vermijden. Absoluut. Het is cruciaal om over de nodige middelen te beschikken om aan belangrijke taken te werken. Als u specifieke vereisten hebt of hulp nodig hebt, kan ik u helpen meer informatie te vinden over de diensten van het zakencentrum. Dat waardeer ik. Anna, ik laat het je weten als ik specifieke wensen of vragen heb over het zakencentrum. Vraag het gerust op elk gewenst moment, John. Ik ben er om je te helpen en ervoor te zorgen dat je een soepele ervaring hebt. Bedankt voor je steun, Anna. Je kennis en bereidheid om te helpen worden enorm gewaardeerd. Het is mij een genoegen, John. Ik ben altijd blij om op elke mogelijke manier te helpen. Het is geweldig om zo'n betrouwbare en deskundige collega als jij te hebben, Anna. Bedankt dat je zo behulpzaam bent. Bedankt voor je vriendelijke woorden, John. Het is ook een plezier om met jou samen te werken. Samen vormen we een geweldig team, Anna. Onze samenwerking verhoogt onze productiviteit en efficiëntie. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. We vullen elkaars sterke punten aan en behalen als team betere resultaten. Dat is de geest, Anna. Laten we elkaar blijven steunen en verheffen terwijl we aan onze doelen werken. Absoluut, John. Met ons teamwerk en onze toewijding is er geen uitdaging die we niet kunnen overwinnen. Ik ben dankbaar dat je als teamgenoot bent, Anna. Jouw positieve instelling en expertise maken een groot verschil. Zo ook, John. Jouw leiderschap en probleemoplossende vaardigheden dragen enorm bij aan ons succes. We doen dit samen. Inderdaad, Anna. Laten we doorgaan met het geweldige werk en als team geweldige dingen blijven bereiken. Absoluut, John. Samen kunnen we alles bereiken waar we ons op richten. Op weg naar succes. Inderdaad, vooruit, Anna. Laten we elke kans aangrijpen en het beste uit ons teamwerk halen. Les 20: Waardevolle spullen veilig bewaren. Anna, ik wil ervoor zorgen dat we onze waardevolle spullen veilig bewaren tijdens ons verblijf. Hebben we kluizen op de kamer in het hotel? Ja, John. Het hotel biedt kluizen op de kamer waar gasten hun waardevolle spullen kunnen opbergen. Dat is geweldig om te horen. Anna, het geeft me gemoedsrust te weten dat onze bezittingen veilig worden opgeborgen. Absoluut, John. Het is essentieel om voorzorgsmaatregelen te nemen en onze waardevolle spullen te beschermen wanneer we niet thuis zijn. Ik ben het ermee eens, Anna. Het is beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Ik zorg ervoor dat ik de kluis op de kamer gebruik voor mijn waardevolle spullen. Dat is een verstandige beslissing, John. Het is altijd beter om waardevolle spullen veilig op te bergen in plaats van ze zonder toezicht achter te laten. Zijn er naast het gebruik van de kluis op de kamer nog andere veiligheidsmaatregelen waar we op moeten letten? Ja, John. Het hotel beschikt ook over een 24-uurs beveiligingsteam en bewakingscamera's om de veiligheid van gasten te garanderen. Uitstekend. Het is geruststellend om te weten dat het hotel beveiliging serieus neemt en maatregelen heeft genomen om zijn gasten te beschermen. Absoluut, John. De veiligheid en het welzijn van de gasten zijn topprioriteiten voor het hotelpersoneel. Dat is geweldig om te horen, Anna. Het voegt een extra laag comfort toe aan ons verblijf. Wetende dat veiligheid een prioriteit is. Daar ben ik het helemaal mee eens, John. Het is belangrijk om accommodaties te kiezen die prioriteit geven aan de veiligheid van gasten. Naast het gebruik van de kluis op de kamer en het vertrouwen op de hotelbeveiliging, moeten we ook zelf algemene veiligheidsmaatregelen nemen. Absoluut, John. We moeten onze Kamer op slot houden als we niet binnen zijn en rekening houden met onze omgeving. Het is ook een goed idee om waardevolle voorwerpen niet in het openbaar tentoon te stellen of ze zonder toezicht achter te laten. Zeker, John. Voorzichtig zijn en ons bewust zijn van onze omgeving kan een grote bijdrage leveren aan het veilig houden van onze bezittingen. Ik ben blij dat we op één lijn zitten. Anna, we kunnen genieten van ons verblijf in de wetenschap dat we de nodige voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Absoluut, John. Door proactief en aandachtig te zijn, kunnen we een zorgeloze en plezierige ervaring hebben. Bedankt dat je me eraan herinnert hoe belangrijk het is om onze waardevolle spullen veilig te houden. Anna. Je waakzaamheid wordt gewaardeerd. Je bent van harte welkom, John. Het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Laten we ervoor zorgen dat we voor onze waardevolle spullen zorgen. Mee eens, Anna, op naar een veilig verblijf. We zullen een geweldige tijd hebben terwijl we onze spullen beschermen. Proost. John, laten we blijvende herinneringen maken en ervoor zorgen dat onze waardevolle spullen in veilige handen zijn. Absoluut, Anna, laten we een fantastische tijd hebben en rustig blijven.